I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Die plassen. Ja. Anderhalve liter water weg zitten. Wat drinken, ja, uiteraard. Dat is. Welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in het Haga voor de allereerste scans. Nou, we zijn, wat we volgens mij nog niet hebben verteld. Dat is waar. Bij de oncoloog al geweest. Na de uitslag van de huisarts. Ja, oh. Nou, dat is snel. Tot later. Zo, dat godverdomme, dat ging me echt wel een stuk sneller dan me lief was. We zijn dus woensdag bij de oncoloog geweest. Voor ja, de eerste uitleg. Nou is het dus hormonaal. Er zijn meerdere tumoren gevonden in de rechterborst. Links was wel schoon. En er zit een regionale uitzaaiing in haar lymfeklier. Die zat geloof ik wel heel laag, dus dat zou heel positief zijn. We weten nog niet of het genetisch is. Het is niet de meest agressieve vorm, dus dat is dan weer positief. En dat was het voor nu. Dus moesten we een afspraak plannen voor de eerste scans. En dat, want het was dus woensdag dat ze het verteld hebben. En nu zijn we op vrijdag bij de eerste scan en dat is de PET-scan. Dus dat gaat gelukkig wel heel erg snel. PET-scan, dinsdag de MRI en woensdag weer de oncoloog voor de uitslag. En dan fingers crossed op alles wat me lief is, dat ze dus geen uitzaaiingen heeft. En dat we gewoon als een malle die chemo erin knallen en dat ze gewoon weer beter wordt, zo snel mogelijk. Maar ja, ik wilde dus net nog eventjes steunen en zo, maar ze moest meteen mee. Ze moest een uur stil liggen met radioactief vloeistof en dan moet ze een half uur in die PET-scan. Dus ik had gehoopt dat ik er nog eventjes bij kon blijven voor haar, voor mij ook, maar vooral voor haar. Maar meneer zei, was vrij duidelijk, nee, dit moet je even alleen ondergaan. Dus ik ben nu er tegenover eventjes gaan zitten. Ik vermaak me wel, ik heb een boek bij en ik heb van alles bij me. Nu eerst maar een kopje koffie. Oh ja, en dat uurtje stil liggen is dus zonder muziek. Nee, met muziek, zonder lezen, zonder. Moet ze helemaal stil liggen een uur lang. Dus ze mag alleen luisteren. Nou ja. Enige fucking positieve aan dit alles is dat nu de zon schijnt. Dat ik gewoon eventjes buiten mensen kijk en gewoon eventjes zoveel mogelijk proberen verstand op nul. En wachten tot de genees laat weten dat ik weer naar binnen mag. Dus voor nu eventjes niks. Nou, ja, ik weet dus niet hoe het filmpje geëindigd is gisteren na de PET-scan, want we waren eigenlijk best wel op tijd, maar ik werd gewoon ineens al weggeroepen dat ik al naar binnen kon voor de PET-scan. En dat was echt even gehaast en oké, doei, en hij mocht niet mee. En ja, dat was niet leuk. Nee. Dat was niet leuk. Nou ja, ik heb buiten in de zon gezeten tegenover het ziekenhuis en daar heb ik het een beetje verteld. Ja. Dus. Nou ja, ik. Gisteren zou ik dus voor de PET-scan gaan, wat ontzettend belangrijk
is omdat daarin wordt gecheckt of er uitzaaiingen zijn of niet. En ja, eigenlijk hebben we al gehoord en heb ik ook veel gelezen dat op het moment dat er uitzaaiingen zijn, eigenlijk genezing niet mogelijk is. En ja, nou ja, dat wil je gewoon niet. Dat, ja, duidelijk. Er wordt ook gezegd dat als je borstkanker hebt, dat als er uitzaaiingen zijn, dat er dan vaak of in de botten zitten, in de lever of in de... maagdarm? Nee, lever, longen en botten. Longen, ja. Nou, helaas hebben we inmiddels al een aantal mensen in onze omgeving die of in hetzelfde schuitje zitten op dit moment of zijn geweest. En ja, dat is echt gewoon te bizar. En jonge mensen, hè? Gewoon, nou, ik denk mijn leeftijd. In de 30 of zo. Ja. Waar wel uitzaaiingen zijn, hè? In de ruggenmerg of die vriendin van jou, die zat zelfs op 3 plekken gewoon in haar lichaam. Dus ja, dit is gewoon een letterlijke doodsangst die je op dit moment ervaart. Ja, hel is er niks bij. Nee. Echt. Wat ik even wil zeggen is dat voordat ik vertel wat er allemaal gebeurd is, wil ik even zeggen dat we dit filmpje waarin ik dit heb verteld. We hebben natuurlijk eerst onze naaste ingelicht. En toen dit filmpje. En het is gewoon ongelooflijk hoeveel mensen met mij, met ons meeleven. Dat is, ik denk dat gewoon letterlijk 1000 opmerkingen. Niet eens gewoon een emoticon, maar gewoon daadwerkelijk een hart onder de riem. En mensen die hun eigen verhaal delen. En ja, daar wil ik jullie gewoon echt ontzettend voor bedanken, want ja, het lijkt iets kleins, maar het doet echt heel erg veel. En zeker de positieve verhalen, daar haal je toch kracht uit. En dat je denkt, dat zie je, het kan en ik ga dit doen. En ja, daar wil ik jullie echt ongelooflijk voor bedanken. En het waren er zo ongelooflijk veel dat ik er niet op heb kunnen reageren. En het is heel gek, want ik heb iedereen geprobeerd een like te geven. Dus voor Facebook, maak een emoticon met een bedankt of zo. Ze hebben nu ook medeleven, dus ook een bedankt. Dat waren dat echt veel, hè? Ja, ik denk letterlijk Facebook gewoon echt 1000. Ja, het is echt, nou ja. Dus nogmaals, het doet me echt ongelooflijk goed. En daar wil ik je heel, heel, heel erg voor bedanken. En ik ben ook heel erg blij met mijn lieve familie en vrienden om me heen. Die eigenlijk ook gewoon zijn ingestort. Ja, je voelt zo voel je goed en denk je, ja, ik voel je gek. Ze gaan van naar de dokter naar van, je bent kankerpatiënt. Om het gewoon even letterlijk het beestje bij de naam te noemen, want zo is het gewoon. En ik weet niet of, sorry als ik in herhaling val, want de dagen gaan een beetje door elkaar en ik weet even soms niet meer wat ik wel of niet gezegd heb. Maar er schijnen gewoon 6 tumoren te zitten. 6. Dat je denkt, hoe kan ik het kwijt? Het is gewoon... Ja. Even terug naar de PET-scan. Super belangrijk dus. Wat er ging gebeuren is dat ik mocht 4 uur van tevoren niet meer eten. In de 2 uur van tevoren moest ik 1 liter water drinken, goed uitplassen. Vervolgens zou ik een vloeistof ingespoten krijgen, radioactief contrastvloeistof, ik weet niet precies wat het is. Waarbij ik dus 1 uur helemaal stil zou moeten liggen, niet mag praten, niet mag bewegen. Je ligt alleen in een kamertje, je mag wel muziek luisteren of iets. En zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben ook even snel mijn suiker nog gecheckt. Nou, die was gelukkig goed. Ik heb nog geplast voordat ik ging liggen. Ik lag er helemaal klaar voor. Ik had toevallig die nacht ervoor, of die avond ervoor, zaten we geloof ik boten kijken of zo. En daar zat, hoe heet die man ook weer, Van Rossum? Ja. Van Rossum met nog iemand. En die hadden het toevallig over een podcast.
over... Nee. Maar over een podcast over dinosaurussen. Ik denk, weet je wat, die ga ik gewoon aanzetten. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, ze hebben me geprikt. Dat is een beetje een bloeduitstorting. Omdat hij daar dus ook bloed uit heeft gehaald om even mijn bloed te checken. En nou, de mensen die mij kennen, die beginnen waarschijnlijk al te lachen, want René moet altijd plassen. En al ben ik net geweest, ik kom ergens aan en ik moet plassen. Ik moet plassen. Dus, nou ja, een uur liggen en niet plassen, oké. Okay. Dus ik ben daar gaan liggen en ik lag helemaal stil. En hij zegt, nou, hier heb je een noodknop. Als er wat is, er kan weinig gebeuren, maar als er wat is. En als je moet plassen, ik zeg ja. Ik zeg, maar dan hebben we een groot probleem. Hij zegt ja. Nou ja, je hebt net nog geplast, dus dat zal wel meevallen. En het eerste half uur is belangrijk. Nou, oké, prima, dus ik heel ontspannen ben gaan liggen. Dingetje aan. En tuurlijk, na 20 minuten denk ik, nee hè. Ik moet plassen. Oké, okay, hou vol, hou vol. En op een gegeven moment denk je, ik moet echt heel erg plassen nou. Dus ik lig daar, je denkt, ik mag helemaal niet bewegen, ik mag zelfs niet praten. En dus ik zo met mijn pink zo op die noodknop. En het duurde ook nog even voordat ze kwamen en ik op die klok kijken. Ik denk, oh, half uur hè, half uur was echt belangrijk. Nou, uiteindelijk kwam er iemand en die zegt, je had gebeurd. Ik zeg, ja, ik moet echt heel nodig plassen. Nou, toen zei ze, oké, even kijken hoe lang we bezig zijn. Godzijdank, mocht ik plassen. Heeft ze me van het infuus afgehaald en kon ik even snel plassen. Nou, er zat inderdaad heel veel in. En toen kon ik weer rustig terug gaan liggen. Maar ze sloot me niet aan. Dus ik zeg, moet ik niet weer aangesloten worden? Zegt ze, nee, is goed zo. Dus ik verwacht eigenlijk dat het er vooral om ging dat het contrast erin zit. En dat het daarna even goed alle kanten op kan. En de reden waarom je niet mag bewegen is omdat eigenlijk doen ze glucosewaardes. Zeg ik dat goed? De glucose. Ja, volgens mij is het een soort van radioactief glucose. Ja, en dat ligt op het moment dat daar iets niet, als het actief is. Ja, kankercellen verbruiken meer glucose volgens mij, was het zo. Ja. Dus... Maar er zit dus ook in je spieren. En op het moment dat jij dus heel veel beweegt, dan kan het dus ergens gaan oplichten. En dat verstoort het niet wil hebben. Verstoort eigenlijk, ja, het gaat naar plekken waar je het niet wil hebben en het verstoort heel het beeld. Ja. Dus, nou goed, ik weer heel rustig gaan liggen en toen ben ik zelfs een beetje weggedoezeld, gelukkig. Dus ik werd op een gegeven moment waar ik denk, oké. Nou, toen kon ik gelijk door naar het andere kamertje. En toen moest ik daar gaan liggen in een soort van, ja, een koepel. Het was nog niet echt een tunnel, het was meer een koepel die gewoon aan beide kanten open was. En ja, dat bed ging dan een beetje heen en weer. En in dat ding zat ook iets te draaien die me natuurlijk helemaal aan het scannen was. Ik moest zo liggen. Waarschijnlijk natuurlijk ook heel erg belangrijk, omdat ze willen checken of er in mijn lymfeklieren en in mijn oksel, zeg maar, uitzaaiingen zitten of niet. En het was daar niet warm, dus ik zeg zo, het is niet warm hier. Van buiten was het hartstikke warm en ik had een korte broek aan. Dus maar gelukkig kon er gewoon een dekentje over me heen. En dat was een half uur. En daarna toen hebben ze me eruit gehaald. En toen zei die verpleegkundige, nou viel het meest. Ja hoor, ik zeg ja, maar ja, ik moest natuurlijk weer naar een half uur piezen. Dus hij zei, nou dat zal wel meevallen. Ik zal het in ieder geval even bijschrijven en... En toen zei ik, ja, ik zeg, nou, ik hoop dat de rest ook meevalt. Ja, dat zeker. En hij zegt, nou, de uitslag die gaat naar jouw behandelend arts. En je weet gewoon in je hoofd van, ja, zij hebben natuurlijk, zij zitten achter een computer. Volgens mij zien zij gewoon gelijk of daar dingen aan het oplichten zijn of niet. En dat is wel een heel raar gevoel. Ze mogen jou natuurlijk helemaal niks zeggen en... Maar goed, ik moet zeggen, ik voelde me over het algemeen echt wel, ja,
vrij rustig. Ik had zelfs die dag geen diazepam genomen. Want daar had ik niet echt antwoord op gekregen of ik dat nou wel of niet mocht nemen. Dus ik heb geprobeerd gewoon zonder. Ja. En toen kom ik weer naar huis. En dinsdag heb ik dan de MRI. En woensdag de uitslag. Dus dat was mijn gedachte. Nou ja, dit is nu geweest. Het is nu afwachten. En we gaan gewoon leuke dingen doen. En ik liep, ik moest er om 3 uur zijn. En om 4:30 liep ik het ziekenhuis uit. En nou ja, we zijn hier thuis aan het napraten natuurlijk en alles. En ik word om 6 uur ineens gebeld door de oncoloog. Nou ja, je ziet een onbekend nummer. En ja, ik neem nooit onbekend op, maar tegenwoordig dus wel. Hè? Want dat is dus altijd het ziekenhuis. En hij zegt ja, met dokter Merkens. En hij zegt, ik heb de uitslag binnen. En je hebt geen uitzaaiingen. Nou. Nee. Ik zei, halleluja, zei ik volgens mij. Het viel me ook op. Ik denk, we zijn helemaal niet gelovig. Maar het was ineens halleluja, kruis slaan. Oh, halleluja, gewoon. En ja, nou, geen woorden voor. We begonnen gelijk weer met z'n allen te janken, maar dan van blijdschap. En ja, kijk, het is natuurlijk nog steeds niet goed, hè. Ik bedoel, er zitten 6 tumoren in mijn borst en er moet echt wat mee gebeuren. Maar dit is zo'n opsteker. Dit maakt mijn overlevingskansen zo'n stuk hoger. En wij hadden echt, het voelde bijna alsof ik al genezen was. Zo voelde het eventjes. En nou, het was gewoon het beste nieuws wat we hadden kunnen krijgen. En dat zo vlak voor het weekend. Ja, hij zegt, ik dacht als het goed nieuws is, dan bel ik je gelijk op. Want dan ga je goed het weekend in. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Dat hij ook zo heeft gedacht. Want zo is het natuurlijk wel. Je bent alleen maar daarmee bezig. En ik denk dat het voor hem ook heel fijn is om een goed bericht te kunnen brengen, ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dus het is nog steeds niet helemaal duidelijk met dat die lymfe, zeg maar, hoe die nou precies zit. En of dat nou, maar het lijkt inderdaad niet in mijn oksel te zitten, wat ook gunstig is. En als het er zit, dan zit het heel laag in mijn oksel. Dus, nou ja, ik heb gelijk mijn zussen gefacetimed en geen uitzaaiingen. En nou, toen begonnen we gelijk weer met z'n allen te janken. En Ellen, mijn vriendinnetje, die zou al komen. En die stuurde ineens een voice message van, ik ben al aan het draaien en ik hoor ineens, of ik zie ineens je bericht. En dan wat? En ik kom met spoed naar je toe. Dus ja, dat was gewoon geweldig. En we waren wat wou ik zeggen? Wij waren dus eigenlijk Jesse Silver in bed aan het leggen. En ik hoor ineens je zussen binnenkomen. Nou, ik hoorde de deur gaan. En ik denk, is mijn moeder even naar buiten geweest of zo? Of heeft ze dat hebben we even gemist dat ze de vuilnis is weg gaan zetten? En ik hoor ineens mijn zussen. En mijn zussen staan voor de deur met ijs. Als verrassing. En nou ja, dat was ook echt gewoon zo ontzettend lief. Het is een beetje iets van ijs is ons ding. En vroeger, als wij een prik moesten halen, waar ik al als de dood voor was. Dus alles wat ik nu meemaak, ik voel me echt gewoon zo'n superwoman. Wat ik nu al allemaal heb meegemaakt, dat had ik nooit kunnen bedenken. Want als kind, ik scheet in mijn broek. En met 1 klein sneetje zei ik al, niet naar het ziekenhuis. Dus maar je bent ook gewoon een superwoman. Ja, nou, ik verbaas mezelf elke keer dat ik denk, oh, dit doet niet zo pijn als dat ik het in mijn hoofd had. Maar altijd als we dan een prik hadden gehad, dan kregen we van mijn moeder een ijsje. Dus dit was echt super. Maar tijdens het wachten dat we naar de na het ziekenhuis
dachten we moeten even ons gedachten verzetten. We gaan eventjes... Nee, ik lieg. Ik dat weet niet waar je naartoe gaat. Ik ben helemaal... mijn tijdslijn is helemaal verstoord. Dat we zijn gaan wandelen. Voordat we de scan hadden, zijn dat we even gaan wandelen. En zijn we even naar Loosduinen gegaan. Waar ik ook werk. En ben ik even langs mijn winkeltje gegaan. Matty die staat daar nu helemaal alleen. Die krijgt alle ellende ook over zich. Naast dat die klap van wat ik hem vertel natuurlijk over zich heen krijg. Krijgen mijn lieve collega's nu ook. Dat ja, heel mijn agenda moet leeg. Zij moeten alles oplossen nu. En ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook gewoon heel erg vervelend voor hun. En dus ik wilde toch eventjes naar hem toe. En verder zijn we even gaan wandelen op het plein. En ik zeg, ik wil gewoon even shoppen. Even zielig shoppen, gewoon. En toen kwam ik in de HEMA. En toen zei ik, wil ik heel graag die Polaroid camera hebben. En we liepen daar. Ja, nog. En hij was er niet. Al die tijd liep ik het in de HEMA. En dan dacht ik wil die Polaroid camera. En dan zag ik de prijs en dacht ik, ah. Toch maar niet, weet je. En die dingen zijn ook duur. Het is niet alleen de camera, maar ook die dingetjes zijn duur en zo. En nu dacht ik, ik ga het potverdomme gewoon doen nou. Waren ze er niet meer? Zijn ze uit de handel of weet ik veel? En toen stonden we bij de kassa en toen haalde die vrouw ineens, deed ze een deurtje open. En toen stonden er nog twee die eigenlijk dan weg zouden gaan, omdat ze weg... En helemaal een leuke kleur. Dus ik had echt een momentje van dat ik toch weer even blij was. En toen mijn zussen kwamen, dus ik heb natuurlijk eerst even deze foto gemaakt. En dat is 4 juni, dag van de PET-scan. En mijn idee was eigenlijk om dit soort fotootjes te gaan maken. Voor in mijn soort van dagboek waar ik alles bij hou. En natuurlijk... dat mijn vriendinnetje langs is geweest om het te vieren. Het is een beetje lastiger. We hebben ons kapot gelachen gewoon met mijn zussen. Dat we probeerden een goede foto te maken. Want ja, niks is te photoshoppen natuurlijk. En we piesten gewoon bijna allemaal in ons broek van het lachen. Er stond er weer één helemaal gek op. En dat was echt even een lekker momentje dat we even er niet aan gedacht. Even gewoon blij zijn om de uitslag en lachen en met z'n allen. En dat ze er gewoon ineens stonden. En dat doet je toch zoveel goed. En ik heb van Ellen heel lief een soort van dagboekje gekregen. Nou was ik er zo een beetje begonnen. Dus de blaadjes wat ik al had geschreven heb ik er nu even ingeplakt. En dan ga ik hierop verder. Ja. En ik heb ook een boek, die had ik dus meegenomen naar de oncoloog. En ik denk, ik noem het maar gewoon zoals het is. Ja. Dus hier doe ik mijn vragen instellen die ik heb. En even snel mijn afspraken die ik al heb. Nou, dit zijn al de afspraken die ik heb staan. En dat zullen er nog heel veel meer zijn. Er zullen nog heel veel meer bij komen. Ik heb ook wat boeken gekocht. Voor de tijd dat ik dadelijk misschien bij de chemo zit. Wat toch een dagdeel duurt. Dus je wilt toch je tijd verdrijven. Nou, ik en boeken. Nou, je bek valt open zou ik zeggen. Nooit te oud om te beginnen. Ik heb daar... Deze had ik toch... Om maar iets luchtigs te beginnen. Nou, deze had ik dus al voordat ik de uitslag hiervan wist, hè? Ja, deze had je na maandag... Nee, weet ik niet. Nee, die had je al besteld. Ja, er zijn best wel veel enge dingen eigenlijk gebeurd. In die zin, de dingen die ik al heb gedaan en heb geregeld voordat ik deze uitslag kreeg. Ja. Alsof je toch... Je voelt gewoon iets aan. Dat, nou ja, in ieder geval... Er voelt iets niet goed. Dit had ik natuurlijk nooit verwacht. Nee. Maar het voelt, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, dit is eindeloos bewustzijn.
En die heb ik eigenlijk gekocht naar aanleiding van een verhaal van een klant die ik toevallig had de week voordat ik dit kreeg. Die ook opgegeven is en eigenlijk twee, drie jaar geleden niet aan nieuwe hoortoestellen zou beginnen. Want ze zou nog maar 2, 3 maanden te leven hebben. En ineens zie ik haar in mijn agenda staan en ik zeg, nou, ik ben zo blij u te zien. Want het laatste wat ik van u hoorde was dat u nog maar 3 maanden te leven had. En ze zegt, ja, ik ben er nog. Dat zeg maar weer wat over de medische wereld. Hè. Ze is niet genezen, maar ze is chronisch. En ja, hopelijk wordt dat gewoon zo lang mogelijk gerekt. Maar wat zij vertelde is dat zij dus ook al een bijna doodervaring heeft gehad. Dat ze de mensen echt heeft laten schrikken. Ze is eigenlijk dood geweest. Klinisch overleden. Klinisch overleden. En ze zegt, wat je dus van heel veel mensen hoort, is dat ze er nog was. In die zin dat ze daarboven zweefde, dat ze ergens was. Waar ze nog gelukkiger was dan gelukkig. En dat ze gewoon meemaakte wat er allemaal in de kamer gebeurde en op de gang. Terwijl ze dat helemaal niet kan weten, want ze was dood. En dat, ja, nou ja, wat ik in de vorige vlog zei. Ik ben al heel mijn leven echt doodsbang voor de dood. En ik dacht, ja, nou ja, ze vertelde van over dit boek. Ze zegt, ja, ik las dit en ze dacht, dit is mijn verhaal, dit heb ik ook. Dus ik denk, ik ga hem gewoon een keer bestellen. En het is eigenlijk een wetenschappelijke visie op de bijna doodervaring over een arts die natuurlijk heel wetenschappelijk is aangelegd, maar toch telkens een verhaal kreeg van zijn patiënten waar dit dus bij gebeurde, dat ze dit hadden meegemaakt en dat er heel veel durfden het ook niet te vertellen, want die denken, de mensen om me heen verklaren me voor gek. Dus deze, hij is erg dik, dat had ik dan maar niet verwacht. Ik dacht eventjes iets luchtigs van Joep van het Hekse Columns. Ik vind dat soms kan hij best wel heel grappig schrijven en dat kan je ook wel gebruiken. Ik ben helemaal geen lezer, dus we hebben maar wat gedaan, ik denk, Joep, nou, toppie. En een wat toepasselijkere boek, Kankervrij. Over ons gevecht tegen kanker en wat je zelf kunt doen. Nou, ik wil natuurlijk er alles aan doen. Dus dit leek me ook een toepasselijk boek. Sorry voor dit ellenlange verhaal zo. Alleen maar zo voor de camera. Maar we hebben zoveel mensen meegeleefd. En ik wil jullie... ons plan was eigenlijk jullie weer gezellig mee te nemen. Als we aan het klussen gaan in ons nieuwe huis. En alles. En dan is dit het verhaal waar ik ineens mee moet komen. En dat is... er zijn gewoon geen woorden voor. Dit is gewoon te bizar. In ieder geval, ik ga jullie op de hoogte houden. Nogmaals, ik waardeer ontzettend jullie berichtjes en jullie ervaringen en steunbetuiging. En vooral de positieve ervaringen van de mensen waar het allemaal goed mee is gegaan. Want dat geeft mij gewoon heel veel hoop. En dat heb ik nodig. Ik moet positief blijven. Want hoe rustiger ik hier ben, hoe meer mijn lijf bezig kan zijn met het genezen hiervan en hier tegen te vechten. Het zal een zwaar traject blijven. Maar daar ga ik woensdag meer over horen. Dan heb ik ook de MRI gehad. En dan zullen we waarschijnlijk echt te horen krijgen wat we gaan doen. Maar ik ga vechten. Dank je wel. Tot de volgende keer. Tot snel. Ciao.